graag als eerste spreker het woord aan mevrouw Pieri. Maar die heeft eerst een andere mededeling. Het woord is aan haar. Voorzitter, ik vroeg me af hoeveel interrupties er waren. 8. En die duren maximaal 45 seconden. Dat hou ik ook bij. En als ze daar ver overheen gaan, dan reken ik ze als 2 interrupties. Een interruptie is dus gewoon een mededeling of een vraag of een zin. Dat is een interruptie. Mevrouw Pot, ja, ik leg het even uit voor de nieuwere leden, want soms komen dan mensen naar voren en zeggen, 8 interrupties betekent toch dat ik 8 maal 3 keer iets kan zeggen? Nee, dat is niet zo. Toch, mevrouw Pot? Grote teleurstelling, voorzitter. Ja, dat... ja, maar goed, we gaan zien hoe het gaat. Ik had een ander punt van orde, voorzitter. Want de asielbegroting die hangt natuurlijk altijd nauw samen met de prognose over de instroom en de uitstroom. En daar hebben we een medium voor, dat heet de MPP, de meerjaren productieprognose. En iedere keer als we het kabinet vragen, ook bij de feitelijke vragen over waar is dit nou allemaal op gebaseerd, deze hele begroting, dan wordt er verwezen naar de MPP. Maar die krijgen we pas eind van deze maand. En ik heb erg veel moeite om deze begroting op een goede manier te bediscussiëren en beoordelen als ik die MPP niet heb. Dus ik wil de minister vragen om de MPP al voor de tweede termijn van dit debat naar de Kamer te sturen. Want dan kunnen we ook echt op een goede manier met elkaar in gesprek over deze begroting. Prima, ik zal dat doorgeleiden naar het kabinet. Ik wil niet uitsluiten dat de minister dit verzoek zelf heeft gehoord. En ik neem aan dat haar, dat indien mogelijk, dat zij dat tegemoet zal komen. De heer Seder. Ja, voorzitter, wij hebben vorige week Kamervraag gesteld omdat de technische vragen wat lastig was. Omdat de parlementaire contactpersoon ontbreekt. Maar Kamervraag gesteld om voor het debat duidelijkheid te geven op een aantal vragen ten aanzien van de fundamentele asielheroriëntatie die vorig jaar is opgeleverd. Die hebben we nog niet gehad. En dit debat, wat volgens mij wel een belangrijk debat is, staat nu voor de deur. Ik ben nog even benieuwd of die antwoorden er nog aankomen. Ik denk dat het ook wel relevant en belangrijk is om daar kennis van te nemen als parlement. Ja, nou ook dat zal ik doorgeleiden en de minister zal het gehoord hebben, haar ambtenaren zeker. De heer Van Baarle. Ja, voorzitter, ik wil mij volledig aansluiten bij het verzoek van mevrouw Pot, omdat we nu een begroting gaan bespreken op basis van verwachtingen die we nog niet hebben, op basis van cijfers die niet bestaan. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd of de minister nu alvast een reactie kan geven, of zij in ieder geval lopende het debat die cijfers al aan de Kamer kan sturen, want anders zijn we hier een debat aan het voeren op basis van verwachtingen, niet bestaande cijfers en natte vingerwerk. Ja, nou, ik neem dat aan dat de minister daar op terugkomt in de schriftelijke beantwoording die wij donderdag laatstelijk zullen hebben. Of misschien woensdag dat hij al arriveert, ik weet het niet. En dat het daarin wordt meegenomen. De heer Bontebal. Ja, mag ik een soort handreiking doen om het mogelijk te maken? Want ik kan me ook voorstellen dat dat hele rapport of die hele update er nog niet helemaal is en vormgegeven enzovoort. Het gaat natuurlijk uiteindelijk om een aantal kerncijfers. Dus volgens mij kan dat in een half A4'tje in een geüpdate tabel ook naar de Kamer. Want dat is volgens mij ook waar de Kamer behoefte aan heeft. Dus als het die afgeslakte vorm heeft, dan zou dat voor mijn fractie ook voldoende zijn. Maar wel inzicht in die cijfers, want we moeten ons anders baseren op verouderde cijfers. Ja, heel goed. De heer Van Nispen. Ja, voorzitter, op dit punt. Ik zou graag vanavond nog willen horen, of in ieder geval per brief ontvangen, wat er mogelijk is. Dus of bijvoorbeeld het verzoek van de heer Bontebal nodig is, of dat volledige verzoek van mevrouw Pot mogelijk is en niet pas donderdag. Oké. Nou ja, ik zal dit doorgeleiden naar het kabinet en ik weet niet of de minister hierover iets wil zeggen of dat we dat gewoon tijdens het debat nog gaan horen. Als het mogelijk is, dan neem ik aan dat dat gedurende het debat of met welke tijdseenheid dan ook op de een of andere manier naar de Kamer komt. Ik geef even het woord aan de minister. Ja, dank u voorzitter. Ja, het is natuurlijk wel een feit dat de cijfers er al wel zijn, alleen ze zijn niet geduid. Dus dan kunnen we wel de kale, noem dat even de kale cijfers, die kunnen we natuurlijk wel delen met de Kamer. Ja. Oké. Okay. Nou, ik zie een duim omhoog gaan. Heel goed. Ja, okay. Dan gaan we luisteren naar de eerste spreker van vandaag. En dat is mevrouw Pieri van de fractie GroenLinks, Partij van de Arbeid. Het woord is aan haar.